Ongeveer 1500 jaar geleden ontstond in China de basis van alle hedendaagse vechtkunsten. In de Shaolin-tempel in de provincie Henan waren de monniken destijds in een zeer slechte lichamelijke conditie. Er werden daarom een aantal ademhalings- en lichamelijke oefeningen bedacht. Deze oefeningen groeiden langzaam uit tot een hoogwaardige verdedigingssport die nu nog steeds bedreven wordt in de Shaolin-tempel in China. De heer Warsanes, oprichter van de Shaolin-tempel Kung Fu en Tai Chi School Holland, heeft één van deze monniken over laten komen uit China. Deze monnik, Shi Xing Pang, zal een demonstratie geven die aan het ongelofelijke grenst. U krijgt allereerst een ongewapende vorm te zien. De monniken oefenen deze vormen dag in, dag uit, om zo een zo hoog mogelijke perfectie te bereiken. Zeer belangrijk in de Kung Fu is de ontwikkeling van de interne energie. Het volgende onderdeel heet Iron Shirt Kung Fu. Door middel van Qigong oefeningen maakt men het lichaam onschendbaar voor aanvallen. Shi Xing Pang zal u demonstreren hoe hij met een speer op zijn keel een auto kan wegduwen. Na deze haast onvoorstelbare prestatie zal Shi Xing Pang een laatste demonstratie geven van zijn kunnen. We willen u er graag op wijzen dat deze film zonder trucage is opgenomen.
Jack! Shaolin Tempel Kung Fu School, postbus 9920, code 3506 GX in Utrecht. Telefoon 030 262 4400, fax 030 262 0994.